Wind is een van de pijlers om de energiedoelstellingen te kunnen realiseren. En wat we zien is dat de energievoorziening in de toekomst meer en meer lokaal zal plaatsvinden. En dat betekent dat gemeentes samen met burgers, energieleveranciers, netbeheerders en andere partijen invulling zullen moeten geven aan hun lokale energievoorziening. We zien dat burgers steeds meer de baas willen zijn over hun eigen energievoorziening. En dat betekent dat we in de toekomst verwachten dat lokale opwek en lokale levering zullen toenemen. En het gaat niet zozeer alleen om wind, maar het gaat erom dat je komt tot de ideale energiemix. En daarbij zou het belang van de burger centraal moeten staan. We zien dat onze leden over het algemeen positief staan tegenover windenergie, maar ze zijn helemaal niet tevreden op de manier waarop zij betrokken worden bij de besluitvorming hierover. En wat je in praktijk ziet is dat burgers vaak enorme stapels papier van wel duizenden pagina's moeten doorworstelen voordat ze een beeld krijgen van wat nou eigenlijk de bedoeling is. Nou, dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. En het participatiehandvest van Vereniging Eigen Huis is ervoor bedoeld om dat probleem te tackelen. Burgers zouden in een vroeg stadium moeten worden betrokken bij de besluitvorming over windturbines op land. En het gaat er daarbij om, kort gezegd, dat er een evenwichtige verdeling ontstaat tussen de lusten, de lasten, maar ook de zeggenschap. Er ligt een enorme ambitie als het gaat om verduurzaming. In 2020 zal 6000 megawatt energie moeten worden opgewekt door windturbines op land. Nou, we zijn nog niet op de helft. Dus we moeten nog heel wat stappen maken. Die versnelling die nodig is, die kunnen we alleen realiseren met het draagvlak van burgers. En ook minister Kamp heeft onlangs het belang van draagvlak onder burgers om te komen tot energietransitie onderkend. En ons participatiehandvest voorziet er nu juist in om die burger op een goede manier mee te laten denken over de inrichting van de energievoorziening in zijn omgeving.